De rechter in Den Bosch heeft vandaag de 40-jarige moeder van een mishandelde babytweeling uit Eindhoven vrijgesproken. De moeder werd verweten dat ze niet op tijd ingreep toen de vader de tweeling mishandelde. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de moeder de fout in is gegaan. De rechtbank boog zich de afgelopen weken over deze schrijnende zaak. Twee jongetjes van 3 maanden oud hadden tientallen botbreuken. De vader had de kinderen door elkaar geschud, geslagen en geknepen. Hij is veroordeeld tot 1 jaar cel. De officier van justitie vond dat de moeder de mishandelingen had moeten zien en had moeten ingrijpen. Maar de rechter is het daar niet mee eens. Op de redactie verslaggeefster Alice van der Plas. Ja, Alice, jij was vandaag bij de uitspraak, maar ook eerder al bij die rechtszaak. Is dit nou een verrassende uitspraak? Niet helemaal, want tijdens de rechtszaak kwam ook wel aan bod hoe schrijnend de situatie was in het gezin. Twee van die hele kleine hummeltjes van 3 maanden oud en echt tientallen botbreuken. 1 babytje had 20 ribbreuken, de andere baby had 13 ribbreuken. Maar ook de ouders hadden een verhaal. De vader, die wel is veroordeeld tot 1 jaar celstraf, die heeft na een heel ernstig ongeluk hersenbeschadiging opgelopen. Die stond onder hoge psychische druk en die kon de zorg voor de 2 kinderen eigenlijk niet aan. De moeder, die een hele zware bevalling had, kon eigenlijk ook niet ingrijpen, omdat zij kwam uit Indonesië. Ze was afhankelijk van de man, zo werd het beoordeeld. Ze kende helemaal niemand in Nederland, dus het was ook niet makkelijk voor haar om zomaar even de kinderen op te pakken en weg te gaan. En dat erkende de officier van justitie ook wel, want normaal gesproken moet je de gevangenis in als je niet ingrijpt bij kindermishandeling. Maar de officier van justitie die eiste destijds een taakstraf, omdat ze vond dat ook al zit je als moeder in een moeilijke situatie, je moet toch wel iets voor die kinderen doen. Ja, maar de rechter vond die taakstraf dus ook niet terecht. Nee, de rechter die vond dat er eigenlijk gewoon geen bewijs was dat deze moeder opzettelijk niet heeft ingegrepen. Met name over de botbreuken zegt de rechter van ja, het kan zo zijn dat bij kleine kinderen botbreuken onopgemerkt blijven. Dat heeft de moeder eigenlijk ook altijd verteld tijdens de rechtszaak van ik heb het niet gezien, ik heb het niet gemerkt. Pas op het laatst begon ik te merken dat de vader ruw met de kinderen omging. En de rechtbank gelooft dat dus. Pas op het laatst toen de moeder zag dat de vader een van de babytjes probeerde te wurgen. Toen trok ze zelf aan de bel. Ja, er is dus vrijspraak, hè, voor de moeder. Maar hoe is het nou met de kinderen? Nou, de kinderen wonen nu bij een pleeggezin. De moeder mag de kinderen 1,5 uur per week zien. En hoe het nu met de kinderen gaat, daar zijn de verhalen nogal wisselend over. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak dat de kinderen nog wel degelijk tekenen van getraumatiseerd gedrag vertonen. Zo verstijven ze helemaal als ze worden opgepakt. Hebben ze echt nog zichtbaar stress van wat hen is overkomen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is om te horen. Maar de advocaat heeft een ander verhaal en die zegt ja, als de kinderen weer bij hun moeder zijn, Dan zijn ze juist weer heel erg blij en enthousiast. En daar hebben we ook foto's en video's van. Dus de moeder vecht nu om haar kinderen terug te krijgen. De strijd om de kinderen is losgebarsten. Dankjewel, Alice, vanaf de redactie.